Beeldende kunst, filmvertoningen, lichtshows en nog veel meer. Je kon het afgelopen zaterdag allemaal zien tijdens de 7e editie van de Nijmeegse Kunstnacht. Bezoekers konden op ruim 20 locaties genieten van hetgeen dat de kunstinstellingen hen presenteerden. De officiële opening vond dit jaar plaats in Concertgebouw de Vereniging met een optreden van de band Happy Camper. Where is the easy way? Goede opening. Ik denk dat iedereen al lekker opgewarmd is nu om lekker te starten met de kunstnacht. Nu zie je iedereen heel snel wel weer op gang gaan en kijken hoe zij de stad kunnen gaan beleven. Dus welke plekjes, er is natuurlijk zoveel te doen. Dus je hebt meer dan 20 locaties. Dus mensen... Op één avond eigenlijk niet te doen? Nee, eigenlijk is het onmogelijk. Dus je moet keuzes maken? Ja, je moet keuzes maken. Dus je kiest waarschijnlijk 6 tot 8 locaties uit. Om te gaan bezoeken. Dus je kan in het programmaboekje of in de app kijk je wat voor route je wil gaan maken. De deelnemende locaties van de Nijmeegse Kunstnacht bevinden zich merendeels in het centrum van de stad. Maar ook op het Honigcomplex was de nodige kunst te bewonderen. Zo werkte Drift en de Smeltkroes samen aan een bijzonder en dansbaar project. We hebben een dansvloer. Hè? Je kent Drift. En de totaalsound van de dansvloer wordt uiteengezet in de grote hal. 8 verschillende kanalen, 8 verschillende geluiden. En aan die specifieke geluiden zijn installaties gekoppeld van smeltkroesters. Het wordt nu echt gezellig aan de bar ook. We hebben onze eigen bierbrouwers, Lab 54, hebben een bar hier. En dat is wel echt heel tof. Want die jongens zijn heel trots om hun eigen biertje te kunnen verkopen aan bezoekers van de Kunstnacht. Deze editie van de Kunstnacht werd afgesloten met een nachtfeest in Doornwoosje. Dat georganiseerd is door Down the Rabbit Hole. Houd onze Facebookpagina aan de gaten voor het uitgebreide verslag van de Nijmeegse Kunstnacht.